Mijn naam is Bart van Tongeren. Ik ben algemeen deken van de NOVA. En ik wil iets leuks delen met u. We hebben binnen de NOVA lange tijd gedacht, hoe kunnen we nou zorgen dat een belangrijk thema binnen de advocatuur, de beroepsethiek en de integriteit, op een mooie en toegankelijke manier toegankelijk maken voor de advocatuur. En daarvoor hebben we die Dilem-app bedacht. Als u hem gedownload hebt, ziet u een casus, een dilemma, waarop 4 antwoorden mogelijk zijn. Er is geen sprake van goed of fout. Het gaat erom dat u een keuze maakt. Vervolgens kunt u daarop reageren en kunt u uw mening delen en kunt u gaan discussiëren met uw beroepsgenoten. Waarom hebt u die keuze gemaakt en waarom hebben andere advocaten die keuze gemaakt? Dat gaat allemaal anoniem. Het is niet te herleiden tot wie u bent. Maar ook ik heb een dilemma, want naast algemeen deken heb ik ook een praktijk in Rotterdam, in de haven. Dus een natte praktijk. Een schip komt de haven binnen, het schip moet aan de ketting worden gelegd, want mijn cliënt heeft grote schade geleden en die wil zekerheid voor de vordering. Ik heb dat schip aan de ketting gelegd en niet snel daarna kreeg ik de kapitein van het schip woedend aan de lijn, die mij allerlei bedreigingen uit en mijn gezin en mij wel weet te vinden als ik niet onmiddellijk de ketting van het schip haal en zorg dat hij weer naar weg kan. Hij zegt ook dat hij een advocaat zal inschakelen, maar na een paar dagen heeft hij het nog steeds niet gedaan en de bedreigingen gaan door. Dus wat is mijn dilemma? Geef ik toe? Wacht ik tot hij een advocaat heeft ingeschakeld? Doe ik aangifte bij de politie? Ga ik naar de deken? Doe ik helemaal niks? Kortom, veel dilemma's, veel antwoorden mogelijk. Ik zie erg uit naar uw antwoorden. En daarna, als we een aantal antwoorden hebben ontvangen, na een week of 2, kom ik graag bij u terug. En dan gaan we eens kijken waar ik voor gekozen heb.